Breda, ik hou van jou. In het avondrood en morgendauw. Wat een puinhoop bij dat NAC. Wat een klerenzooi bij dat NAC. De Breda, Jezus. Heb je dat interview gelezen van die Hiballa? Over Van den Abelen, de technisch manager. Nou, ik heb nog nooit zo'n interview gelezen van mijn leven. Echt nog nooit. Ja, als iemand weg was bij een club, ja, dan gingen, dan werd de boel eventjes afgekraakt. En dan gingen we even tekeer. Maar toch niet als ze allebei nog bij de club zitten. Hiballa is de trainer en die Van den Abelen is dan de technisch manager. En die Hiballa, nou, die zaagt die Van den Abelen zo verzekerlijk af. En die kraakt hem tot, nou, er blijft niks van over. Ja, en dat geeft aan de enorme paniek bij die Hiballa. Want die Hiballa weet het niet meer gewoon. Die heeft van alles al geprobeerd om dingen te veranderen daar bij dat NAC. En dat is gewoon niet gelukt. Dus die is helemaal in een staat van, ja, wat moet ik nou nog? En die denkt, nou, dan gooi ik het maar in de publiciteit. Dan maar alles of niks. En dan hoop ik maar dat er een verandering komt. En dat geeft aan wat voor klerenzooi het daar is bij dat NAC. En niet nu alleen, nee, al een hele tijd. Dat is al jaren aan de gang op bestuurlijk niveau. En managers die komen en gaan, en bestuursleden die komen en gaan. Eén grote puinhoop. Dat is het, dat NAC. En je zal maar supporter zijn van NAC op dit moment. Met zo'n bestuur. En want wie moet er nou weg? Ja, dat is nou de vraag. Hiballa, die kan, of die Hiballa kan niet blijven. Of die Van der Ambelen, die kan niet blijven. Nee, één van de twee moet oprotten. Dat is duidelijk. Ja, en dan? Wat heb je dan? Nog steeds een klerenzooi. Want één van de twee werd dus kennelijk niet gesteund. Dus het is daar een puinhoop van je welste. Het woord puinhoop is nu al 3 keer gevallen. En ik zeg het nog een keer voor de 4e keer. Puinhoop daar bij dat NAC. Arme supporters. Jongens, ik hoop voor jullie dat er binnenkort, want wie neemt daar de leiding in Breda? Wie staat erop? Wie gaat dat regelen? Dat NAC gewoon, dat het een rustige, gewone, goede, geleide club wordt. En die op weg gaat naar de Eredivisie. Dat is wat de supporters willen. En hey, jongens, daar bid ik voor jullie. Breda, ik hou van jou, in het avondrood en morgendauw.